De derde editie van RCL Old Star Walking voetbaltoernooi voor Kika is vrijdagmorgen losgebarsten op het sportcomplex in Leiderdorp. 24 teams spelen om geld in te zamelen voor Kika. We zijn in 2020 begonnen nadat wij in 2019 een voetballer hier van 16 jaar een bal in zijn buik kreeg. Zoveel pijn dat hij naar het ziekenhuis moet en die bleek daar een gezwel te hebben zitten van 900 gram. Die is behandeld en genezen. En toen wilden wij een toernooi daarvoor op starten en we kwamen bij Kika terecht omdat de onderzoeken naar kinderkanker heel anders zijn dan voor volwassen mensen. Dus groeiende organen of degenererende organen, als zeg ik het een beetje onbeleefd, maar zo is het wel met volwassenen. Het is een groot verschil hoe daar gereageerd wordt op medicijnen. En dat kon niet doorgaan in mei 2020 door de corona en dat werd uiteindelijk september 2020. Hebben we 4300 euro opgehaald. Vorig jaar hebben we dat gedaan op 10 september en dat weer 8300 en nu 9 september. En volgend jaar plannen we 8 september. Weer een vrijdag. Dit is een blijvertje. Ja, ja, we gaan ermee door. Het is veel werk, maar wel de moeite waard. Deze editie stond in het teken van Fien. Ze is inmiddels genezen van kanker. Ja, ik vond het heel bijzonder dat ze dat voor mij hebben gedaan. En ja, vooral dat de ouderen dit doen voor kinderen met kanker. Heel bijzonder. De warming-up kon wel iets beter volgens Fien. Sommigen waren al iets eerder gestopt, want die waren het al een beetje zat. Zijn we oude mensen? Ja. Maar welk gevoel geeft het je dat die oude mensen dan voor jou in touw zijn eigenlijk? Eigenlijk heel bijzonder, want ik denk dat sommige mensen zouden dit ook wel doen, maar sommigen die zitten ook maar op hun bankje bijvoorbeeld, lekker tv te kijken, dat. Kom in actie. Ja, kom in actie. Voor voetbalclub RCL is dit toernooi faciliteren een mooi voorbeeld van een maatschappelijk verantwoorde vereniging. En er zijn nog meer voorbeelden. Een voorbeeld is de derde helft op woensdagmorgen. Om inderdaad ook ouderen van huis te krijgen en met elkaar te verbinden door ook dingen te doen. En ja, walking voetbal is natuurlijk ook een mooi voorbeeld van mannen die op woensdagmorgen hier een uurtje trainen, maar volgens mij nog veel langer koffie drinken. En dat is ook heel belangrijk in deze vereniging.